En wat gebeurt er hier terwijl ze aan het bouwen zijn? Er is een van die gezellen en die wil een vuurtje maken om zich te warmen. Hij vindt een stuk hout en hij wil daar net met een bijl eens even flink houtjes van slaan. Of de bouwmeester komt aanlopen en zegt, oh, wat doet je nou? Dat kan niet. Dat is een Mariabeeld, dat is onze lieve vrouw. Oh, dat is weer een gevonden Mariabeeld. Juist. Er zijn geloof ik wel tientallen van die verhalen. Maar de kerk zegt, ja, wat moeten we met dat beeld? Dat beeld is beschimmeld, dat beeld ziet er vies uit, dat beeld is bemodderd. Dus dat beeld verdwijnt weer ergens, totdat er op een goede dag komt een vrouw langs. Die zegt, gadverdamme, ze komt vast uit Amsterdam, wat is dan een lelijk beeld? En je snapt het al, jongens, want nu komt de crux. Ze wordt hartstikke ziek, s'nachts. Ja. En zo ziek dat ze eigenlijk stervend is. In de nacht verschijnt Maria aan haar. En die zegt, jij denkt nou dat het daarom gaat, ik vertaal het even gewoon in onze eigen taal, hè, dat je uiterlijk mooi moet zijn, maar daar heb je niks aan als je naar de hemel gaat. Zo is het. En dan heeft zij een les uitgetrokken, dus ze knapt natuurlijk als wonder van Maria helemaal op en is weer vivelessant. Dus zij zegt ook tegen het kerkbestuur, jongens, we moeten dat beeld, hè, dat beeld heeft een wonder gedaan, wij moeten dat beeld een mooi manteltje geven.